Hoi allemaal, daar zijn we weer. We zijn er eventjes tussenuit geweest. Maar we zijn weer op pad. We zijn waarheen onderweg, schatje? Nou, we zijn onderweg naar Apeldoorn. Daar zit een camperzaak. Die hebben nog wel het een en ander leuke camper staan, wat wij vinden. En, maar ja, goed, van de foto, vanaf de foto weet je ook niet precies... hoe of wat. Dus het is in de buurt van de Liederholt of andere campings. Dus we hebben zoiets van, dan gaan we eens gelijk daar even langs. Dus even kijken. Ja. Je weet het nooit. Vind ik ook. Dus wordt vervolgd. Dus je ziet ook wel waar dan we eventueel vannacht uit gaan komen. Zo, het is onderhand, hoe laat leven we? 4:15. Geen idee, 4:15. We zijn... op weg nu naar de Liederholt. We zijn bij de camper geweest kijken. Was die mooi? Ja, hij was super mooi. Mooie camper. Mooie binnenkant. Het was een Coral. Een Adria Coral. 680. 690 geloof ik, hè? Nou, 690, weet ik veel. Was die mooi? Ja joh, ja, hij was super mooi. Totdat we aan de buitenkant gingen kijken en mijn oog viel op de banden. Nou, er hingen de stukken aan en er stond 20.000 kilometer op de camper. Dus we hadden zoiets van, was dit? Nou, toen zei hij ook van, ah joh, geen punt. We rukken er een paar onder een andere camper vandaan, probleem opgelost. Oké, nou prima. Maar we zijn er niet uitgekomen. En we rijden nu eigenlijk dan naar de Liederholt toe. En achteraf zijn we eigenlijk blij dat we er niet uitkwamen, hè, liefie? Nee, inderdaad, want het geeft geen goed gevoel daar. Ik weet niet... Beetje onderbuikgevoel. Ja, ik hou me eigenlijk in. Nee, het was niet... laten we het zo zeggen, het was niet ons bedrijf om een camper bij te kopen. Maar goed, we zijn geweest en het was toch een leuke middag. Ja, het was superleuk. En... nou ja, dat was die eigenlijk. Ja toch, we gaan nou lekker naar Liederholt en dan zien we wel. Okido. Doei. Doei. Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben lekker geslapen op de Liederholt. Gisteravond nog een beetje na zitten kletsen over die camping. Een beetje zitten zoeken op internet. En wat wil het geval, we kwamen er nog één tegen. Dus we zijn nou onderweg naar Nieuwegein. Eens even kijken of dat het wat is. Ja, eigenlijk. En zou je misschien denken, waarom een nieuwe camping? Of een andere camping? Nou, eigenlijk omdat deze op zich nog wel bevalt. Hij bevalt eigenlijk prima. Alleen bij nader inzien hebben we zoiets van, nou, een grote garage zou wel fijn zijn. Twee enkele bedden of een queensbed. We worden elke dag ouder natuurlijk, dus ja, dan is... Ja. We willen het niet zien, maar het is wel zo. De lijfjes werken af en toe niet heel erg meer mee. Nou, de mijne die heeft nooit meegewerkt, dus dat scheelt. Ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen maanden gaat het eigenlijk redelijk goed. Maar eigenlijk met het oog op de toekomst, om het maar zo te zeggen. Zo, we zijn aangekomen bij Eterij de Pont. En dat is een camperplaats in Maasbommel. Want aangezien wij natuurlijk vanaf Nieuwegein kwamen, is het goed te doen. Het is een kilometer of 55, 60. En Eterij de Pont in Maasbommel, daar staan wij wel vaker. En over het algemeen staan wij daar in de zomer. Leuk uitzicht over het water. Veel te doen in de zomer op het water. Dus dat is altijd fantastisch om dat mee te maken als je hier staat. En natuurlijk ook waanzinnig lekker
als het warm weer is en de wind komt lekker vanaf de Maas. Het is de Gouden Ham. Wij betaalden €15 per dag. En dat is inclusief stroom. Je kan ook nog water innemen en de, hoe heet het, de toilet legen. Ja, zoals jullie misschien gevolgd hebben, zijn wij inderdaad naar Nieuwegein geweest. En daar zijn we dus geslaagd voor een camper. Het is een camper uit 2016. Heeft 16.000 kilometer en het is de Adria Coral Supreme 690 SC, zoals je op de foto zag. En wij zijn daar zeer tevreden mee. Over een week of 3-4 kunnen we hem ophalen. Er moest nog een beurt gegeven worden, er werden nieuwe banden ondergezet. En wij hebben ook een fietsenlift erop laten zetten. Daar zie je ook het jachthaventje van Maasbommel. Ja, aangezien dat het weer niet zo fantastisch is, is er weinig bedrijvigheid op het water. Maar in de zomer is dat een heel ander verhaal. Dat is echt heel leuk om te zien. En ook lekker als je bij hogere temperaturen lekker langs het water. Dus windje erbij, zonnetje, barbecue'tje. Wat wil je nog meer? Ook een boot aangemeerd hier. Lady Anne. Een rondvaartboot. Volgens mij vaart hij vaak op de Moezel. Nou, hoi hoi. Zoals jullie volgens mij van Simon gehoord hebben, zijn we dus gisteren geslaagd. Dus we zijn helemaal blij. Ja, absoluut. Zeker. Dus nou nog eventjes 3-4 weken geduld hebben. En dan kunnen we lekker de nieuwe camper ophalen. Tenminste, voor ons de nieuwe camper ophalen. Moos is gisteren al eventjes meegeweest in de nieuwe camper om te kijken of dat ze springplank, zoals jullie in de vorige video's gezien hebben, dat die weg kan. Ja. Want hij kan via het nachtkastje, kan die... Kan die erop komen, hè? Kan die zo op bed. Hij vond het geweldig. Nou, we hebben deze camper ongeveer 3,5 jaar gehad of zo. Ja, september zou het 4 jaar worden. Ja, nou, dit bevalt prima, deze camper ook, hè? Ja, er mankeert eigenlijk gewoon helemaal niks aan. In onze ogen dan, hè? Maar kijk, absoluut. En anders zou ik misschien een oud barrel vinden. Maar voor ons heeft hij prima gefunctioneerd. En zou hij nog steeds doen. Ja. Het enige is, wat we al zeiden, grote garage is ideaal. Ja. En het queensbed, tenminste, dat hopen we. Ja, dan hoef jij tenminste niet meer over me heen te klauteren en zo, hè? Als je s'nachts eruit moet. Ja, toch? Nou ja. Nou, ja, en bij deze willen we graag de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vind je onze filmpjes leuk? Duimpjes omhoog. En abonneer gratis op ons YouTube kanaal. En ja, de voorgaande, of de filmpjes die hier weer na gaan komen, gaan we zeker weer filmen dan we op camperplekken of camping staan. Dit was eigenlijk een weekendje camper shoppen, camper zoeken, toch? Ja, nou, was ook leuk. Ja, absoluut. Dat is zeker leuk. En we gaan ook een video maken, uitgebreide video maken. Als we dadelijk onze nieuwe camper hebben, gaan we laten zien hoe of wat. Bedankt voor het kijken. Okidoki. Doei. Doei.